Scheidbakkenvoetbal. Nu al het woord van 2018. Maar met dat scheidbakkenvoetbal staat PSV inmiddels wel 7 punten los van Ajax in de Eredivisie. Welkom bij FC Afkikken. Ja, welkom weer bij een nieuwe FC Afkikken. Elke zondagavond tussen 8 en 9 praten we hier helemaal bij over de Eredivisie. Met elke week weer 3 nieuwe gasten. Simon Zwartkruis, Bas Nijhuis en Jean-Paul Rizon. Genoeg te bespreken. Dan is het altijd mooi als we jou te gast hebben, Bas. Oh, is het zo? Wel genoeg. Ja, sowieso altijd leuk. Ja. Maar dat er genoeg discussies zijn geweest over scheidsrechtelijke dwalingen, dan wel discussies. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan het eerst hebben over scheidbakkenvoetbal. Heb je het ooit opgeschreven, dat woord? Nee, inderdaad wel het woord van 2018, tot nu toe. Jawel, toch? En de woordwaarde. Het hele betoog wat eraan vasthing, dat was ook wel fascinerend. Ja, want voor de mensen die het niet weten, gisteren na de wedstrijd, trainer Gert-Jan Verbeek van FC Twente, ja, in gesprek met de vrienden van Fox Sports, die ging los over het scheidbakkenvoetbal van PSV. Ik kijk liever naar Ajax en Feyenoord, zei hij. AZ volgens mij, gaf je als voorbeeld. Ja? Ajax en AZ. Ajax en AZ, ja. En wat vind je daar nou van? Nou ja, vooral een hele slechte verliezer. Ik bedoel, als je daar even nuchter naar de statistiekjes gaat kijken, dan zie je dat het balbezit zo'n beetje 50-50 was. Het aantal doelpogingen ontliep elkaar niet zoveel. En los van dat, volgens mij vergaat het PSV best wel goed met de manier waarop ze voetballen. En heel attractief is het niet altijd, maar ik vond de beginfase van die wedstrijd heel aardig eigenlijk. Van PSV-kant en niet van Twente-kant. Nee. En volgens mij ondernemen ze na Ajax het meeste aantal doelpogingen in de Eredivisie. Nou, dat krijg je niet voor elkaar met scheidbakkenvoetbal, volgens mij. Het is alleen vaak vanuit de omschakeling, maar dat is naar mijn weten niet verboden. Nee. Als jij nou een wedstrijd fluit van PSV, denk je dan, oh, wat is dit scheiterig? Nee, heb ik ook niet. Ik moet zeggen, wat je wel heel vaak ziet, dat zie je bij heel veel clubs, dat zag je vandaag bij Feyenoord ook. Als ze één keer voorkomen, dan denk je van, dan gaat het gemakkelijk er iets insluimeren of zo. En dan, of er komt een tegendoelpunt of de tegenstander krijgt weer kans. Dat is wel typisch Nederlands, vind ik. Ja. Vind ik met heel veel wedstrijden. Dat als een grote club voorstaat, er in één keer weer omdraait. Maar dat vind ik niet. Nee, dat vind ik niet. Ik vind het altijd wel, vooral ook thuis, maar ook uitwedstrijden, dat ze best wel voor de aanval gaan. En ze hebben natuurlijk ook mensen daarvoor. En vooral voor en ook snelheid. Dat vind ik echt wel. Maar ik snap wel dat mensen dat misschien soms denken. Maar ja, je speelt natuurlijk op resultaat. Je wil kampioen worden. En als het op een gegeven moment klaar is, neem je de punten mee. En ga je anders voetballen. En Twente speelt thuis. Dan laat je Twente gewoon komen. Tenminste, zo zou ik ook denken. Ja. Het was zijn bezwaar ook een beetje. Volgens mij zetten ook de kwaliteit in beide selecties tegen elkaar af. Zo van, hè, dat wij het zelf op die manier over. Want ze speelden eigenlijk niet heel veel anders, Twente. Maar zij mogen dat dan, omdat ze minder kwaliteit in de selectie hebben. En PSV is dan verplicht, kennelijk volgens Verbeek, om aanvallender te voetballen. Maar dat bepaalt hij niet. Is het ook niet gewoon een fantastische zet van Gert-Jan Verbeek van, ik ga het lekker over PSV hebben, dan hoef ik het niet over mijn eigen ploeg te hebben? Nou, hoezo? Vond je Twente zo overdreven onder de maat? Nee, maar het is daar amper over gegaan. Het ging eigenlijk alleen maar over PSV. Ja, nee, ik vind, ja, als je het zo zou kunnen bekijken. Maar ik vind het vooral niet zo sterk. Want als het zeg maar erom gaat, dan is Gert-Jan Verbeek een van de eerste die zegt van, ja, ik word afgerekend op het resultaat en niet voor de schoonheidsprijs. Weet je wel, punten zijn hard nodig. Ja, dat geldt voor PSV. Zij het in een hele andere regio in de competitie. Het gaat om de punten. En dat wat Simon zegt, gaat ze best wel goed. Ja. Is het ook iets een beetje, daar hebben jullie bij VI laatst ook over gehad. Een beetje de nieuwe ontwikkeling in het voetbal. Alleen dat wij in Nederland nog niet achter zijn, dat je ook gewoon een keer wisselt om echt een wedstrijd over de streep te trekken? Nou ja, kijk, het liefst kijken we naar ploegen die het aan elkaar koppelen. Ook al hebben ze niet het hoogste budget en de beste selectie. En AZ is daar wel een heel goed voorbeeld van. Daar heeft Verbeek wel gewoon gelijk in. Maar ook PEC Zwolle, dat soort ploegen. Dat is gewoon hartstikke leuk om naar te kijken. Maar ja, waar op dat congres hebben we het gehad over inderdaad. Om die hele Hollandse school opnieuw te gaan definiëren. Want in ons hoofd is dat nog dat aanvallen over de vleugels. En vroeg druk zetten en domineren en al dat soort dingen. Ja, het heeft ons verdomd weinig opgeleverd, toch? En steeds minder eigenlijk, en zeker in Europa en bij het Nederlands elftal. Moet je inderdaad goed gaan kijken. Nou, neem bijvoorbeeld het EK in Frankrijk. Daar zag je heel veel landen eigenlijk die voor de loopgraven tactiek kozen.
Ja, je had Wales geadopteerd, toch? Ja, nou, die waren daar vrij goed in, inderdaad. Ja, ja. Ja, en IJsland, en zo kan je nog een paar landen noemen. En dat is helaas, want ja, voor de liefhebber van aanvallend voetbal is dat slecht nieuws. Maar dat is wel inderdaad de nieuwe maat. Maar je ziet het wel, wat ik wel zie, en dat vind ik wel heel jammer, je ziet het wel in de stadions. Of het nou bij Groningen is of noem maar, je ziet echt de supportersaantallen, zie je wat mij betreft, zo merk ik het, zie je in heel veel stadions afnemen. Dat vind ik wel jammer. Dat je ook met de attractiviteit te maken. Ja, misschien wel. Ik heb vanmiddag 3 Eredivisie wedstrijden achter elkaar gezien. Nou, dat grenste aan sadomasochisme. Dat was vreselijk. De eerste helft daarvan, ja. Heel Utrecht-Ajax was vreselijk. De eerste helft van Feyenoord-Aro was niet om aan te zien. Nou, die wedstrijd ontbrandde dan, met name dankzij Berghuis. Dat was leuk om te zien. En het was weer AZ eigenlijk dat dan de voetbalmiddag redde. Ja, want laten we nog even over PSV. Het ging voornamelijk over de wissel gisteren. Hè? Lucas voor Bergwijn. Jouw collega Simon, Marco Timmer, die vroeg het ook. Ja, is dat nou een hele goede zet of juist een angstige wissel? Nou, benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat vind jij, Jean-Paul, van zo'n wissel? Ik vind het, even als je puur psychologisch gaat kijken, ik vind het ook een signaal naar Twente toe. Van ze komen niet meer, weet je wel. En je ziet ook, nou, ze komen een paar keer goed weg op het laatst. Ik denk wel dat als het goed staat, dat je dan niet per se als PSV inderdaad bij Twente uit nog verdediger moet gaan spelen als dat je al deed. Nee, ik had het gevoel, en voor mij zei Cocu dat ook na afloop en Arias ook, dat het stond dus niet goed, het gevoel hè, de controle kwijt te raken. En dat hij zei, ja, met deze wissel zorgde ik er weer voor dat het team wel weer stond. Ja, het is een beetje natuurlijk zo'n koe in de kont kijk wissel. Want als het tot de goal van Twente leidt, dan is het de meest belachelijke beslissing die hij genomen heeft. Maar je zag inderdaad dat ze het aardig weer onder controle hadden daarna. Dus dan is het en Arias zei, juist door deze wissel kon ik weer aanvallender denken. Ja, je zag die backs inderdaad weer dieper gaan spelen. En dat leidde uiteindelijk zelfs tot die goal. Ik vind het wel apart dat je in Twente ziet voor de rust. Op die manier in de tweede helft compleet anders. Ik denk, waarom kun je niet zo starten? Hè? Ja, dus misschien jullie zitten meer erin. Maar ik denk, waarom kan het niet vanaf het begin bijvoorbeeld? Hè? Ja. Dus dat zie je een hele omschakeling. Ja. Maar ik snap... Ja, dat is altijd mooi in het voetbal. Het een heeft ook met het ander te maken. Hè? PSV hoeft niet meer. Nee. Dus Twente krijgt wat meer de bal. Ja, okay. We hebben niet echt ploegen in Nederland die 90 minuten kunnen domineren en van het kastje naar de muur te spelen. Nee, en als je naar de specifieke kwaliteiten van PSV krijgt, wat Bas net al aangaf, de snelheid voorin. Ja, en een goede trainer, die past daar ook zijn manier van spelen op aan. En het loopvermogen van de middenvelders, ja, dan ga je, daar moet je naar gaan spelen. En niet eerst een systeem bedenken wat er op papier leuk is. En dat je kan roepen van, wij gaan uit van attractief voetbal. En aan het eind van het seizoen wordt Cocu er niet op afgerekend dat hij bij Twente even zo is gaan spelen. Niet. Maar hij wordt erop afgerekend als hij geen kampioen wordt. En daar gaat het om. En waar hij, als je dan toch over kwaliteiten van de selectie hebt, waar Cocu natuurlijk, dat gaf je vorig seizoen al een keer aan. Die attractiviteit begint vaak van achteruit, hè, met een snelle verzorgde opbouw. Ja, die twee jongens die daar centraal staan, ja, die kunnen aardig verdedigen, maar dat niet. En dat heen en weer getikt tussen die twee, dat is Cocu ook een doorn in het oog. Wat ik zei, dat gaf hij vorig jaar op een persconferentie ook aan. Ik wil juist dat ze snelle diepte zoeken. Maar dat moet je wel kunnen. Jij bent tegen kunstgras, toch? Zeker, ja, heel hard. Maakt jou het iets uit? Of niet? Tegen. Op dagen als vandaag extra tegen, ja. Ja, want ik vroeg me even af, als je dan Utrecht-Ajax kijkt vandaag, snak je dan niet naar kunstgras? Ja, je zou toch kijken, er zitten ook weer twee verhalen aan. Heel veel mensen zijn nu boos op de terreinknecht van Utrecht. Ja. Die beste man kan er toch niks aan doen? Ja, het schijnt allemaal te maken hebben met die wedstrijd die toen is afgelast. Utrecht-Feyenoord, het zijn de hele... En volgens mij is de nacht er nog 2 dagen later op gaan trainen. Dus zo'n terreinknecht kan er ook niet veel... Ze hebben te hard over het veld lopen rousen om die sneeuw weg te krijgen. Volgens mij. Maar dit is 3 wedstrijden in, 10 dagen toch op dat veld? Inderdaad. 3-9 dagen, ja. Ja, maar het is wel incidenteel, zeg maar. En dat hele kunstgrasverhaal, dat is iets structureels waar godzijdank nu de eerste clubs op terugkomen. En dat is op de langere termijn voor het Nederlandse voetbal is dat gewoon hartstikke Maar als je dan nieuws. Vandaag ziet, normaal voetbal kan toch bijna niet? Nee, nou, misschien, moet, dat je we gezien. Om, misschien moet je overwegen om die wedstrijd niet door te laten gaan. Dat je dat niet alleen bij een pak sneeuw doet, maar ook bij zo'n veld. Want je voetbalt natuurlijk de spelers, het is hun werk en zo. Maar je voetbalt natuurlijk ook voor het publiek. Dat is waar, maar bij ons wordt echt gekeken in situaties met water. Rolt de bal, daar gaat het om. Nou, je rolt die. En de veiligheid van spelers. Nou, in dit veld is de veiligheid van spelers eigenlijk niet in het geding. Ja. Dus dan is het gewoon voetballen. Ja. Maar ja, als je dat vergelijkt met vandaag in de Kuip. Ja, dat is een mat. En als elk veld zo is in de Eredivisie, dan wil je echt We hebben het een paar jaar geleden nog bij Den Haag gehad ook. Hè? Ook zo'n aardappelveld, een keer tegen Vitesse. Ja. Maar het is wel dood en doodzonde. Ja, het is dood en doodzonde. Want kijk, beide ploegen waren niet de goede doen vandaag. Maar dat veld helpt daar natuurlijk zeker niet aan mee. Je zag het bij Utrecht ook echt. Die kregen de bal geen 2 keer naar elkaar toe. Ja, Ajax, die worstelen denk ik nog net wat meer mee. Want Utrecht heeft er natuurlijk al een paar weken op gespeeld. Ja.
En het was een draak van een wedstrijd. Meer kan ik er echt niet van maken. Nee. Je zou kunnen zeggen van als er eentje verdiende te winnen was het Ajax. Maar laten we het erop houden dat ze het allebei niet verdienen. Willem Jansen die vatten het heel goed samen toch? Een zaadwedstrijd. Ja, ik zag het. Ja. Gelijk na afgelopen jaar. Die boten woorden moet je er misschien niet vuil maken. Een soort excuses aan toch? Terwijl zij er niet zoveel aan kunnen doen, of zelfs een toptechnicus als Ziyech er niet op uit de voeten komt, ja, wat moet de rest dan? Ja, wordt hier trouwens, speelde Jong Utrecht ook in het stadion? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, want anders zijn het maar liefst 4 wedstrijden in 10 dagen op die steppen bij... Gelukkig werd wel het gras gemaaid in de rust, hè? Ik weet niet of je dat hebt gezien. wie die man op pad had gestuurd, maar... Hoe lang gaat het nog duren voordat wij de videoref hebben? Nou ja, het was vooral een financieel verhaal, begreep ik destijds bij de KNVB. Waar hangt het vanaf, Bas? Ja, de clubs, volgens mij wordt het in maart, is het volgens mij dat de clubs bij elkaar komen en definitief oordeel geven. Maar ik ben er wel positief over. Als ik bij de clubs ook hoor hoe het leeft. En ik denk dat de grote clubs misschien wat meer moeten doen dan de kleine clubs, dat ze elkaar daarin helpen. Want en de clubs moeten ook een bijdrage leveren. Dat denk ik wel. Denk dat de grote jij clubs moet even zeggen, ik doe even afstand van gedeeld van mijn salaris. Nou, je zegt het. Oh, daar red je het niet mee. Je zegt het even tussen 2 komma's door, Bas. Maar dat levert bij veel van die vergaderingen meteen het gezeik ook op. Dat er dan ik heb wel het idee dat ze overstag gaan. Dit idee heb ik. En dat zal ten koste gaan, denk ik. Want ze hebben natuurlijk daarop ingezet. En ze hebben misschien op het echte gras ingezet. Maar dat zal voor veel clubs die zeggen van, nou, gaan we nu voor videoref. Ja, dan laten we de kunstgras liggen. Tenminste, dat verwacht ik. Eigenlijk dat gaat gebeuren. Maar hoe kijk jij naar zeg maar, hoe dit in het buitenland gaat nu en zo? Nou, als ik in Duitsland zie, dan zie je in Nederland waren we echt de voorloper. Hebben we heel veel getraind. We doen echt heel veel trainingen daarmee. En dan zie je dat ze in Duitsland hebben ze dat ook gedaan. Maar ja, dan zie je toch dat er nog heel veel zaken, dat er toch allemaal aardetjes onder het gras zitten. Wanneer wel, wanneer niet. Want het is eigenlijk maar, ik dacht ook van, oh god, straks gaat mijn gezag eraan. En dan moet ik straks ook echt zo fluiten. Maar dat is absoluut niet zo. Het is 5% van de beslissingen hebben ze maar invloed op. Ja. Dat is puur alle doelpunten worden gecheckt. Alle harde tackles, buitenspel, that's it. Als ik een speler een aanval maak en hij maakt een tackle. En een speler maakt een sliding. En ik denk van, oh, zwalben. En ik geef die speler de tweede gele kaart. En terwijl dat niet zo is, grijpt hij niet in. Dat hoort niet in je pakket. Dus het is heel, weet je... Ja, maar wat is de definitie van een harde tackle? Ja, een harde tackle waar je eigenlijk dus een rode kaart twijfelt. Dus je zit er voor de tv en denk je, oei, is dit wel geel? Dat de scheidsrechter geel geeft, denk je, dit is rood. En dan kijken we terug en dan kun je de keuze maken. Zoals vandaag. Ik voel een bruggetje aankomen. Nou, ja. Bas, je kan zien dat Bas tegenwoordig bijna in elk televisieprogramma zit. Doe even normaal. Die kan bruggetjes maken. Hij zit als weken best, hoor. Nee, heerlijk. Maar, ja. Nou, dit is ongelooflijk weer. Gürtler. Jammer niet. Ja, donker, donker, donkerrood. Maar ja, ik bedoel niet dat ik zulke las ogen heb, maar ik zag het gelijk zeg maar, vanaf mijn stoeltje. Wie moet het op dat moment eigenlijk bepalen? Is dat de scheidsrechter of de grensrechter? Nou, dat beeld. Of, sorry, de assistent scheidsrechter. Dat is bijna niet te voorkomen. Maar die tackles, hè, zoals deze, die zijn op het veld. Dat is heel moeilijk uit te leggen. Die zijn zo moeilijk te zien. Want je ziet die tackle. En dan gaat het been omhoog, gaat het omlaag. Is echt super moeilijk te zien. En wij zeggen in Zeist, als we dit terugkijken, zeggen we altijd van TV rode kaart. Direct. En dit is iets wel, want je kunt wel zeggen, oké, een assistent kijkt erin. Ben ik helemaal mee eens. Dan zou ik ook denken, ja, maar die gast kijkt er toch in. Dan moet je echt geluk hebben dat hij ook net op dat moment daarna kijkt. Want zo'n vent is bezig, die kijkt daar en die kijkt weer naar dat buitenspel waar ze naartoe gaan. Ja, ja, ja. En dan moet je net het goede vizier hebben. En dan moet je net het goede plaatje maken. En dat kun je alleen, denk ik, met een tv. Dus het is echt tv-rode kaart. Of is er ook best wel, in het team waar jullie mee samenwerken, ook wel angst dat zo iemand zegt, ja, ik moet het wel goed weten, want anders dupeer ik mijn... Wat denk jij? Die grensrechter, die moet, of die grensrechter, assistent, moet dat, ik noem ze soms als eerst grensrechter. Heel goed. Maar die assistenten moeten echt wel 200% zeker zijn, dat klopt. En dat haal je nu wel weg met de videoschrijver, dan gaat het gewoon, jongens, wachten, hervatten. Terugkomen. Word je hier nou ook op afgerekend? Zeg maar, moet je nou maandag op het matje komen dat je deze web hebt gemist? Je hoeft niet op het matje te komen, we krijgen allemaal een beoordeling. En in die beoordeling wordt zeker dit meegenomen, dat je dit verkeerd hebt beoordeeld. Ja. Maar aan de andere kant, is dit verwijtbaar? Zie je dit op het veld? En dat is elke keer de moeilijkheid bij ons. Maar zo kun je eigenlijk iedere arbitrale dwaling recht praten. Nee, want als je kijk de andere kant op. Nee, maar als jij iemand hebt die op doel afgaat, de scoringskans, en je vertikt gewoon om rood te geven, maar je geeft geel. Ja, dan zeggen ze, hallo, wat voor beeld moet je nog meer hebben? Wel, daar gaat het om. Okay. En dit soort momenten, als die voet, waar zit die? Het is zo lastig. En voor de tv zeg je, is toch belachelijk dat hij geen rood geeft? Maar als je op veld staat, is het net even wat anders. En dat is de moeilijkheid. Ja. Maar dat het een rode kaart was, dat zal iedereen de afloop aan. Jij zag het wel, van 40 meter. Ja, maar je... Zag je het in het stadion? Ja, nee. Heb je al een scheidsrechterscursus? Lijkt me toch wel eens mooi. Ga jij een keer een dagje zullen mee met Bas? Geef ik jou even een dagje les? Ja, dat is toch mooi? Kijk eens. Hey, ik zie hem wel staan, hoor, Jean-Paul Rizon. Ik heb mijn diagonaaltje niet op orde. Diagonaaltje? Nee. Het zou wel. Kijk eens, kledingstaal is ook prima. Ja, haartjes. Je bent wel even hier zo. Is alleen de borstzakje nog, ja. Viva Badge, autoritaire uitstraling. Ja, dat moet nog komen. Zou dat voor jou zijn?
Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet, maar je staat er nog wel een beetje voor open. Nee, ik denk wel. Maar je hebt het ingehouden. Zeker. Ja. En we kunnen best wat persoonlijkheden gebruiken in het scheidsrechterskorps. Nee, maar ik bedoel, ik moet niet nu de illusie hebben dat ik het beter kan dan wie dan ook. Of zeg maar dat ik heb nog best wel. Ik vind, want ook als je vandaag kijkt naar Danny Makkely, dan wordt dan gelijk van alle kanten wordt hij afgezaagd. Terwijl hij helemaal in wezen geen hele slechte wedstrijd fluit. Nee. Hij zit er één keertje naast. En natuurlijk, dat is wel, want het was halverwege de eerste helft. Als hij daar rood trekt, ja, dan is de kans dat Ajax natuurlijk gewoon gaat winnen, is veel groter. Maar dan blijft dat natuurlijk hangen. Ja. Ja, ik vond hem in wezen geen overdreven slechte wedstrijd. Nee, niet overdreven. Ik vond hem een paar keer met beslissing dat hij dan wel geel gaf en dan niet. En dan soms sust hij het gewoon. Waar ik me trouwens wel echt kapot en erg, en daar kan jij niks aan doen, dat is je werkgever. Is dat nu Gürtler, nou hij pakt uiteindelijk wel rood, maar daar ook iets anders. Hij had niet meer bestraft kunnen worden. Maar is dat een KNVB-ding? Dat is toch een FIFA-dingetje? Dit is gewoon de richtlijn hoe ze vast liggen. Ja, een voetbalbond, zeg maar. Ja, okay. Ja. Dus als de scheidsrechter iets beoordeelt en het is bestraft, dan kun je er niet meer op terugkomen. Nee, dat klopt. Dat is toch eigenlijk dat blijft daar in de tijd waar we nu leven. Maar moeten die regels dan niet aangepast? Ja, vinden wij ook. Dat vinden wij ook. Als wij terugkijken, denken van ja, die gasten moeten aangepakt worden. Dat moet eruit. En ondanks dat wij dan een fout maken, vinden wij dat nog. Wel, dat moet. Maar ja, dat kan niet. Het kan niet. Is het niet mogelijk om als scheidsrechters dan een grotere vuist te maken dan tot nu toe gebeurt? Ja, het gebeurt gewoon niet. We hebben heel veel dingen die we aandragen, maar het kan kennelijk in de reglementen. Worden jullie nu nog wel gevraagd hierover? zeg maar, jij geeft geel in deze wedstrijd, of Makkely geeft nu geel. Komt er nog een rapport dat hij zegt, nee, ik had eigenlijk hier rood voor moeten geven? Het enige wanneer je gebeld wordt, is dat als je geen kaart geeft. Dus je geeft geen kaart, voor, toch? Ja, dat ligt eraan, want dan bellen ze mij en dan zeggen ze, Bas, jij geeft geen kaart. Wat heb je gezien? Heb je die situatie beoordeeld? Ja of nee? En als ik dan zeg, van, ik heb hem beoordeeld, maar op dat moment vond ik het gewoon, hij ging voor de bal, bij wijze van, klaar. Maar waar stopt dat? Waar sterft dat geluid weg dan? Jullie vinden dat die regelgeving veranderd moet worden. Ja. Stopt dat bij de KNVB of moeten we het hoger zoeken? Ja, dat zit in de hele competitieopzet. Dat is gewoon een gegeven. Dat als een scheidsrechter het beoordeeld heeft, dan zul je helemaal die statuten daarin moeten veranderen, denk ik. Ja. Nou, doe dat dan. Zinnig, toch? Ja, het zou super zijn. Maar goed, er zijn wel meer regels waar wij vanaf willen. Maar goed, noem er eens eentje. Nou, ik zou bijvoorbeeld zoals bij het hockey, als een speler een vrije trap heeft, dat hij gewoon zelf die bal meteen mee kan nemen. Zou ik geweldig vinden. Zelfpaas. Ja, want spelers komen niet meer op je af, gaan niet meer met die mond los. Lekker man, nou, daar is mee, en dan gaat de snelheid erin. Avant-garde Cup, hè, die gaan bij FC Lisse. Dat is geweldig. Quick Boys. Moet je kijken hoeveel snelheid je speelt. Gijs de Jong. Ja, precies. Ja. Die waren daarbij bezig. Dus, ja, maar goed. Wat me trouwens wel bij die wedstrijd opviel in Utrecht, is dat Ajax totaal geen antwoord had op toch een redelijk hele goede ingreep om zeg maar de opbouw lam te leggen. Ja. Eigenlijk Frenkie de Jong lam te leggen. En dat daar eigenlijk, het bleef maar statisch. En het bleef maar, wij zaten toevallig tijdens de wedstrijd hier te kijken. Hè. Dan kan je tegenwoordig al die heatmaps kijken waar iemand loopt. Hè. Dan heb je al die sites voor en zo. En in het begin, hè, toen Frenkie de Jong daar neer werd gezet, toen liep hij overal. Toen was hij dan. Ja. En tegenwoordig beperkt het maar tot zijn positie, want iedereen zet hem gewoon dicht. Nou ja, en als hij de man is met de meeste breedteballen misschien wel. Ja. Ik zag ook ergens een statje dat degene die hij het meest had aangespeeld was verreweg Matthijs de Ligt. Ja. Zo'n compaan daar. Ja, als zelfs iemand zo'n avontuurlijke speler als de Jong op die manier wordt ingekapseld, dan is dat hartstikke goed gedaan van Utrecht. Maar er kwam geen tegenreactie. Laat staan een wissel, dat was natuurlijk ook redelijk merkwaardig, dat je iets wil forceren, moet forceren, om PSV niet verder weg te zien lopen. En je hebt Siem de Jong op de bank zitten, die bij PSV vorig jaar in dit soort situaties meerdere malen bewezen heeft dat hij in 10 minuten een wedstrijd kan omkeren met een goal of een assist. Maar het werd helemaal niet gewisseld. Cassiera niet, Johnson niet, gewoon helemaal niks. Is dat een statement naar de bank? Nee, van Ten Hag? Is ook wel iets waar Ten Hag ook een beetje onbekend staat. Bij Utrecht ook altijd heel laat wisselen. Ja, ja, wat dat dan is. Hij was blij met van je eigen visie dat het toch een keer komt. Ik weet het niet. Maar. Ja. Nee. Er was iemand die tijdens de wedstrijd in een Utrecht shirt liep. En een afloop in een Ajax shirt. Labiat. Ja, Labiat, ja. Zag ik, ja. Ja, ja. Denk je dat dat de toekomst is? Ik denk niet dat het deze week nog gaat gebeuren, maar die zal in de toekomst toch van Ajax gaan. Hij speelt het spel, dat vind ik wel mooi, hè? Zakaria Labiat, fantastisch jongen, maar hij speelt het wel heel mooi mee. Vrijdag riep hij, het is 99% zeker dat ik hier blijf. Vandaag roept hij doodleuk, 72 uur. 72 uur is de transfermarkt nog open en Ajax is één van de gegadigden. Dat doet hij ook heel handig. Hij houdt ook meteen alle lijnen naar alle drie de topclubs open, inderdaad. Ja. Ja, maar dit was natuurlijk gewoon een statement. Dat lijkt me gaat hij weg? Ja, dat zei ik net. Ik denk niet dat hij nu nog weggaat, nee. Persoonlijk. Maar kijk, hij is duidelijk met zijn hoofd al verder bij een grotere club. En dat is ook helemaal begrijpelijk. Want ik denk dat hij, dat is ook prima voor Utrecht, weet je. Hij is natuurlijk naar Utrecht gekomen. Kon zijn carrière een beetje opnieuw een beetje een boost geven. En ja, dan
Maar we hebben natuurlijk allemaal gezien dat Zakaria Labiat veel te goed is. Of tenminste om bij FC Utrecht te spelen, met alle respect. Ja. En ja, dus ik zou hem heel graag bij een grotere club aan het werk zien. Ja, zo'n geintje met dat shirtje, dan denk ik van ja, je moet de mensen... Ik bedoel, je kan er van alles van vinden en het kan kinderachtig zijn. Maar het zijn de mensen die je salaris betalen. En dat moet je dan niet willen, denk ik. Hij deed het goed trouwens vandaag in het veld verder voordat ze met dat shirtje. Dat vastzetten en dat dichtlopen van die aanvoerlijnen, daar was hij heel actief in. Dat deed hij echt goed. Ja. Ik vond het wel heel mooi. Mark van der Maden werd gekozen tot man of the match. Ja. En die sprak ik even na afloop. Die zeiden, ja, op zo'n veld kan er maar één de man of the match worden. Dat ben ik. Hij was lekker aan het buffelen, ja. Nee, zeker. Toch? Ja. Als we nou van die transferperikelen, spreek je dan speler daar ook op aan in het veld? Nou, je bent wel bezig. Als je gewoon in een aanval zit of iemand maakt een mooie paas of zo. Ik zeg, het kan nog, hè? Waar wil je naartoe? Of wel, dat gebeurde onderling, gebeurt dat wel. Tuurlijk wel. Maar ben jij daar nou, want wij horen het wel vaker van spelers, hè, dat jij de conversatie zoekt. Ben je nou daar uniek in? Of zijn er wel meerdere scheidsrechters die het Ik denk wel dat er meer zijn, hoor. Dat denk ik wel. Maar zoals vandaag heb je wel met heel veel spelers, op een gegeven moment zag je dat het draaide, de wedstrijd. En dan zie je dat het ADO in één keer komt. En dan ben je ook al met een of het nou Immers is of zo. Van, jongen, dit is wel het moment. Nu moeten jullie wil doorschuiven. Dat vind ik gaaf. Dit is het moment dat je kunt scoren, bijvoorbeeld. Je merkte dat gewoon. Nee, waarom ik dat vraag? Het enige beeld wat wij ooit hebben is van Kuipers. Hè? Bij de bekerfinale. Feyenoord-Utrecht. Die werd toen gevolgd. Dat was ook gezenderd. Nou, dat leek in die docu in ieder geval niet dat hij echt open stond voor een gezellig gesprek over een mogelijke transfer of een gemiste kans. Dat is echt wel, want ik kwam nu de tweede helft veld op, ook bijvoorbeeld met Jens Toornstra. Nee, maar ik bedoel, we kennen jou van de verhalen in het boek en dat soort dingen. En dan hebben we een keer Kuipers, maar voor de rest zie ik niet heel vaak scheidsrechters die... praat of... Ik zou het wel doen. Ik denk dat het wel gebeurt. Die vorige generatie deed het veel vaker. Ja, Dick Jol was een bekend voorbeeld. Van Swieten heeft ook wel eens zo'n microfoontje gehad. Ja, die heeft een keer zo'n microfoontje gehad. Die lulde 90 minuten aan één stuk door, leek het wel. Ja, dat klopt. Ja, ik denk ook, het werkt gewoon. Je hebt elkaar nodig, hè. Het is, als je afstand creëert, je moet het toch met die gasten samen doen. En wat je wel vandaag merkt, bijvoorbeeld als je dan met zo'n Toornstra praat, die zegt het ook wel. Kijk, wat PSV nu heeft, dat alles ook zo mee zit, dat hadden zij vorig jaar. En hij zegt, dan zit je net in zo'n flow. Ik zeg, wat is dan het verschil? Dan zit je net in zo'n flow en dan loopt alles en dan gaat alles. En in de wedstrijd heb je dan zo'n gesprek? Vraag je, wat is voor het verschil? De van de tweede helft en dan ben je daarmee bezig. Dan zeg je van, ik vind dat wel leuk. Ja, je staat toch naast elkaar. En Jurgen is er nog gevraagd wat hij gaat doen? Nee, hij is wel... niet gevraagd wat hij ging doen. Maar ik denk, waarom? Die kan ook gewoon blijven tot na het WK. Dan kan hij toch ook naar een mooie club. Of niet? Of zal dat niet... zou ik doen. Hoeveel talen spreek jij? Ja, alle talen behalve betalen. Zeg ik altijd. Dus nee, maar... Trouwens, dit zou ook een grap voor jou kunnen zijn. Ja. Jij kan gewoon Nijhuis junior worden, hoor, nu. Nou, nu sla je wel een beetje... Dus weer, luister, mijn vader heeft het zo zwaar gehad in zijn leven met mij. Dat wil je Bas niet aandoen. Oh. Maar we kunnen wel een keer zo'n dingetje itempje opmaken. Dit wordt echt... Ja, mooi. Ja. Mooi die kop van jou. Nee, iedereen wil het mooier dan ik, geloof ik. Maar. Ja, inderdaad. Dat is vaak zo, toch? Je weet waar je grenzen liggen, Niel. Ja. Waarom ik het vraag... Neres, ik ben benieuwd of je daar dan ooit een gesprek mee gaat. Want nee. Hij lijkt niet echt overstaan. Hij interview gelezen in de Volkskrant. Ja, Bart Vistra. Vrij kort van stof, hè? Hij was heel kort. Hier zie je wat dingen. Je wordt vaker genoemd in de Braziliaanse media. Merk je daar iets van? Ik weet het niet. Ik ben tijdens de winterstop alleen maar bij mijn huis in Brazilië gebleven. Verder niet. Ik lag aan het zwembad, speelde op de PlayStation. Dat is het. Je gaat niet naar buiten. Naar het strand. Daar werd je niet herkend. Daar had ik een pet en zonnebril op. Waarom? De zon was sterk. Wel een goede reden. Koud biertje erbij, zoals dat in Brazilië gaat? Nee, ik drink alleen maar water en fruitsapjes. Waarom kleur je haar op vakantie? Neres haalt zijn schouders op. Is dat je vakantiemodus? Ja. Vervolgens, het interview was nog niet klaar, want hij moest trainen. Hij moest krachttraining doen, daar zou hij terugkomen. Toen was hij gevlogen. En twee dagen later zat hij er weer. En toen ging het interview eigenlijk gewoon op deze manier verder. Ja, en dat was uiteindelijk nog het langste interview dat hij ooit gegeven heeft, hè, hier in Nederland. 33 minuten. Maar kijk, voor jou als journalist, dit zijn toch fascinerende dingen om mee te maken? Ja, zeker. Ik weet nog mijn allereerste interview met Edgar Davids. Dat verliep ongeveer op zo'n manier ook, dat je echt na 10 minuten denkt, waar moet dit in hemelsnaam heen? En Bart Vliestra ken je natuurlijk goed. Ja. Dat is natuurlijk een van de beste journalisten in Nederland. Ja, schrijft een van de mooiste, schrijft zulke mooie verhalen. Verdiept zich in spelers en zo en bereidt zich goed voor. Ja, klopt. Maar het kan inderdaad, soms neemt het een wending. Ik weet nog dan mijn geval met Davids. Er was ook een onderbreking. Hij moest even naar een bespreking, meen ik toen. Het was kennelijk een hele leuke bespreking met goed nieuws voor hem, want toen hij terugkwam toen, of hij had zichzelf voorgenomen om toch even iets anders te gaan doen, maar dat werd uiteindelijk een heel leuk gesprek, maar ja, soms moet je eruit trekken werkelijk. Maar het voeten hype dan ook nog wel meer om Neres, toch?
Ja, zeker. En onbereikbaar. Nee, maar je hoort ook wel van die van andere spelers bij Ajax dat die inderdaad... het is niet eentje die in de kroonluchters hangt in het spelershome of die het hoogste woord heeft. Dat is, dat is een introverte jongen die met zijn voeten laat zien. Hè? Ja. Heel mooi. Maar ik denk ook niet dat die jongens... zouden die jongens echt s'avonds nog studio sporten en zo, dat soort dingen? Dat is toch niet... ik denk die jongens heel erg op zichzelf zijn, doen een wedstrijd. Maar gewoon überhaupt voetballers? Of soort buitenlandse voetballers die hier zijn, die de taal nog niet helemaal... zouden die gewoon... die gaan naar de wedstrijd, naar de familie of naar hun vrienden. Dat idee heb ik altijd. Ja, het viel mij ook bijvoorbeeld op, ook over Nederlands voetballers. Keeper van Nederland zelf, Jure Zoet gisteren. Die zei, die heeft gisteren gevoetbald. En toen zei voor mij Twan van Peperstraat, nou morgen lekker Ajax kijken, hè, wat die gaan doen. Ik zei, nee, ik ben morgen vrij, dan heb ik wel betere dingen te doen. Ja. Ik kijk s'avonds wel wat Ajax heeft gedaan. Ja, mm-hmm. Nee, rest kijkt alleen afkikken, hoorde ik. Ja, maar je weet waarom, hè? Je weet waarom. Nee. Echt niet? Nou, vertel eens. Wat denk je? Anne. Ja, tuurlijk, Anne. Nou, Anne is natuurlijk terug, maar laten we eerst even kijken naar de vraag van vorige week. Ja, zeker. Want deze is makkelijk voor jou, Bas. Welke bondscoach van Oranje was ook... ooit een keer actief als keuzeheer van het nationale vrouwenteam? Welke? Ja. Nou, wat denk je? Wat denk je? Ik denk zelf als ik zo advocaat. Zo dik wel eens. Welk jaartal denk je ongeveer? Ja, Dick advocaat zat in 87 eenmalig op de bank bij de Oranje Vrouwen. Maar toch vind je niet mooi dat hij terug is in de Eredivisie? Ja, fantastisch. Zeker. Is toch geweldig. Alleen wat hij allemaal uitkraamt, daar heb ik echt mijn bedenkingen bij. Want het is wel redelijk vermoeiend. Ja. Ik denk niet dat je daar op lange termijn een team mee overeind houdt. Nou ja, het is een soort dit is slecht. Repeterende plaat. Ja, het ligt aan heel veel dingen. In ieder geval niet aan hemzelf. Dat gejengel om nieuwe spelers de hele tijd. Bij een club als Sparta, je weet dat daar niet de goudpot staat. Nee. Trainer moet uiteindelijk gewoon het maximale uit een ploeg trekken. En dat is zeker bij zo'n club wat je moet doen. En er is al vaker gerefereerd aan wat hij bij Sunderland zei. Van ik ben geen trainer voor degradatievoetbal, want dan word ik ziek en neurig. Dat is wel een goed moment om in te stappen. Vraag ik me af Dit is ook weer typisch Nederlands, hè? Dus we hebben eerst de voetballer die niks zegt. Is niet goed? Nee, ja, maar Neres? Neres vind ik fantastisch. Nee, maar nu heb je dus weer een trainer. Wees blij dat we zo'n gast hebben die een beetje... Voor mij helpt het niet om je team zo aan publiek af te branden. Dat lijkt me ook niet, nee. Weet je, dat je het intern doet, dat je die boel helemaal op stelte zet. Ik kan me zo voorstellen dat op het moment dat hij naar Sparta komt, dat die jongens daar best wel een boost van krijgen. Komt een hele grote trainer te werken. En als hij dan jou drie weken lang schop na gaat zitten geven. Ja, dus denk je op een gegeven moment een keer van, nou meneer advocaat. Maar inhoudelijk heeft hij zo'n club natuurlijk ook ontzettend veel te bieden. Uiteraard is dat hartstikke goed. Alleen, hoe hij dat naar buiten eigenlijk dan afzeikt af en toe. Dat heeft hij ook niet nodig. Ja, dat ben ik mee eens. Als je in Feyenoord-Ajax toen die 1-1, waar mijn assistent Charles die bal op de zijlijn laat gaan, dan komt Ajax scoort daaruit de 1-1. Ja, dat was de einduitslag. Ja. Daar zit ik ook in de kleedkamer met Charles. En dan gaat het echt fel, hoor. Maar wie moet daarna voor de camera? Dan moet jij voor de camera. Maar dan val ik hem niet af. Ja, maar dat bedoel ik. En dat is wel iets. Dat snap ik wel wat je bedoelt. Ja. Maar goed, Kevin wint het voetbalculture shirt. En nu speciaal voor David Neres, Anne. Hoi, ik ben Anne en welkom bij de Simple Quiz. De vraag van deze week. Welke niet-Italiaan verloor in twee verschillende decennia met twee verschillende Italiaanse clubs een Europa Cup 1 finale? Beide nederlagen kregen pas na de reguliere 90 minuten gestalte. Weet jij nou het antwoord op deze vraag? Laat het ons dan weten via social met de hashtag FC Afkikken en dan maak je kans op zo'n super tof voetbalculture shirt. Tot volgende week. Jij denkt dus dat ze in de winterstop op vakantie is geweest in Brazilië? Ze heeft een kleurtje, ja. Dus, maar dat wordt hier ook weer onkracht, dus het zal wel niet kloppen, denk ik. Ja, nou, daar weet ik niks van, maar... Ja. Maar? Okay. Nou, ik weet het ook niet trouwens, hoor. Oh, dat hoort maar niet. Jij houdt het graag bij de inhoud vandaag? Zeker. Geen hint, weet jij het of niet, het antwoord? Het woord simpel is heel slecht gekozen bij deze quiz, hoor. Oh, oké. Okay. Ik vind het redelijk pittig. Redelijk pittig. Nou, mochten jullie het antwoord wel weten wat de heren Zwartkruis en Rizon niet weten, hashtag FC Afkikken en dan maak je kans op een fantastisch voetbalculture shirt. We hebben het net over Sparta, een vraag binnen. Is Sparta beter geworden de laatste drie wedstrijden onder advocaat? Nauwelijks toch? Ja. Ik vind het nog steeds niet om over naar huis te schrijven, maar ik kon hem trouwens wel helemaal volgen in dat hij niet helemaal begreep waarom zijn spelers volle bak naar voren. Dat heb ik voor de winter ook al een keer gezien bij Heracles uit. Dat ze dan met een gelijk spel, dat je denkt, nou, puntje op zak, goed zo. En dan gaan ze met z'n achter 1-1. Naar voren. Ja, er stonden ongeveer 5 Heerenveen spelers klaar om die bal binnen te tikken. Ja. Uit een counter. Van mij. Was het een vrije trap of een corner? Van Sparta? Weet ik even niet meer. Het was in ieder geval een omschakelmoment. Ja, maar zie je het verschil ook?
Nee, want dan, dan begon het nog aardiger dan dat het eindigde. Want tegen Heerenveen was eigenlijk weinig op af te dingen. En dat is natuurlijk wel heel frustrerend voor de trainer. Dat merkte ook wel aan hoe hij dat zei. Dat het hier is over gesproken in de aanloop naar die wedstrijd. Ja. Ja, en als daar dan niks mee gedaan wordt, dan dat kun je dan advocaat weer niet verwijten. Dan moet je echt bij die spelers zijn. Ja. Het zevende nederlaag alweer op rij voor Sparta. Gaan ze het redden? Ik ben bang van niet. Dat is dus ja, ook een combinatie van factoren. Maar vooral inderdaad dat ik die spelersgroep niet zo denderend vind. Nee. En daar hebben we het al eerder aan gerefereerd. Dat de aankopen die er in de afgelopen periode zijn binnengekomen, dat is niet denderend. In de winter had ik even de hoop dat daar in navolging van advocaat, dat veel jongens daardoor getrokken zouden worden. Dat valt toch ook wel een beetje tegen, toch? Wat er nu bij is gekomen. Ze hebben de Friday nu, Dos Santos hebben ze erbij gekregen. Ja. Nou ja, ze hebben een heel pittig programma nu de komende weken. De advocaat had natuurlijk gehoopt, met name op die eerste twee wedstrijden, die thuiswedstrijden. Ja. Van dan, nou ja, gaat er dan ook iets leven? Ja, precies. Dan wordt er wat vertrouwen opgebouwd. Maar nu moeten ze, geloof ik, nou, Willem II thuis is de eerstvolgende. Dat is al vrij cruciaal om een beetje aansluiting te houden met die ploegen daarboven. En daarna hebben ze volgens mij van de 4-3 uitwedstrijden, waaronder AZ, waaronder Utrecht. En die ene thuiswedstrijd is dan net weer tegen PSV. Dus dat. Er komt echt een hele pittige reeks aan nu voor ze. Ja, ik vind het verschil onderin is echt heel klein. Als je het ziet, als je 6 punten pakt, moet je eens kijken waar we staan. En dan heb je in één keer weer rust in de keten. Dat is wel. Ja, maar het verschil is wel dat ze bijna allemaal punten pakken, behalve Sparta. Ja, het is echt sprokkelen. Het is zeker sprokkelen. En maar dat Roda, ja, we lachen er allemaal regelmatig om dat we al die jongens niet kennen. En dat het niet met die spits die er niet zoveel van kan. Maar ja, uiteindelijk winnen ze wel weer gewoon vandaag. Echt met kunst en vliegwerk. Maar ze winnen hem. Belangrijke punten. Ja. Ja. Afgelopen vrijdag werd tijdens de vrijdagmiddagborrel door de voorzitter van de FC Afkikken Feyenoord fanclub Jan Bavink gezaagd aan de poten van Giovanni van Bronckhorst. Nou, vandaag werd er gelukkig weer gewonnen voor Giovanni van Bronckhorst. Dan zal Jan weer een weekje rustig zijn. Maar wat is er nou over als je nou kijkt naar die ploeg van de kampioensploeg van vorig jaar? Ja, maar ja, ik weet niet of je dan bij Van Bronckhorst moet zijn. Ik bedoel, hij maakt wel veel. Hij wisselt veel in zijn basisformatie. Deels gedwongen toen met al die blessures in de verdediging. Maar je kunt ook naar de breedte van de selectie kijken. En daar is hij niet verantwoordelijk voor. Dat is de technisch directeur Martin van Geel. En kijk maar eens wat daar is weggegaan ook. Ik vind, iedereen heeft het over Kuit, maar wat dacht je van Elia? Wat dacht je van Congolo? Wat dacht je van Karsdorp? Dat zijn gewoon vier zeker voor Eredivisie begrippen topspelers. Ja. Ja, nou ja, dan moet er wel wat terugkomen natuurlijk. Maar dat vangt geen Eredivisie club vangt dat op. Als je zulke namen weggaan, dat vang je niet op. Dat geloof ik never nooit niet, dat je dat als club kunt. En ik denk als ze wat ze ervoor terug hebben gekregen. Maar ze hebben natuurlijk wel Boetius, Sint-Juste, Dix. Ja. Dat zijn dan niet de namen van. Dat zijn meer jongens die er moeten komen op dat niveau. Nee, en tel er weer op. En Elamadi en Filena, die vorig jaar echt fantastisch speelden, die hebben het nu ook toch in mindere mate. Elamadi die is vorig seizoen denk ik het meest boven zichzelf uitgestegen. Die liet dingen zien die we allemaal niet van hem hadden verwacht. Nee. En dat zijn echt de jongens die ook in moeilijke wedstrijden, die trokken de kar echt. En dat mis je nu een beetje. Maar ja, had je dat verwacht dan dat al die mensen weggingen, dat Feyenoord nu in één keer ook weer kampioenskandidaat nummer 1 was? Nee, dat niet. Maar ik had verwacht dat ze dichterbij zouden staan. Ja. Dat wel. Jij was FC Buitenland-expert. Hè? Bas en ik hadden het voor de uitzending over Jurgensen. Ja. Newcastle United, logische stap voor zo'n speler? Nou, Newcastle United, er is al jaren niemand meer goed vandaan gekomen, zeg maar. Die halen van alles. Maar er is niemand die daar, zeg maar, beter is vertrokken dan dat ze zijn binnengekomen. De laatste die daar een goede transfer heeft verdiend is Andy Carroll. Nou ja, dat was natuurlijk een tamelijk idiote transfer natuurlijk. Was dat toen hij naar Liverpool? Ja. 40 miljoen? Ja, nee, maar gewoon. Ja, toch? Ja. Newcastle is nou niet bepaald het voorbeeld van een echte stabiele club. Maar tegelijk, het is wel een fantastische club. En het is de Premier League, de competitie waar we allemaal heel graag naar kijken. Ja, als je dan bij Feyenoord speelt, wat natuurlijk ook een gave club is, maar. Ja, er zit natuurlijk ook financieel aspect in het verhaal. Simon, zou je niet eerst het WK wachten? Wat zou je doen, Simon? Dat. Ja. Ik bedoel, hij heeft die status van topscorer. En op zo'n WK, daar zijn veel voorbeelden van. 2-3 goals en je zit 2 categories hoger. Ja. En Newcastle is qua entourage zo allemaal geweldig. Maar het is ook echt nog zo'n ouderwetse Engelse club waar je als spits
ja, wat vuurpijlen op je afkrijgt. En het voetbal is natuurlijk ook niet heel erg verzorgd, to put it mildly. En dat, ook voetballend gezien, zeg maar, voetbalinhoudelijk gezien, zijn er mooiere clubs voor hem. Maar ik begrijp wel, voor een speler, dit is een echt lastige keuze. Hè? Want je kunt naar de Premier League, je kunt misschien wel 2, 3 miljoen verdienen. Je financieel onafhankelijk voetballen, toch? Ja, daar ben je klaar. En ik snap best dat het echt moeilijke keuzes zijn. Hoor, voor kijk, maar even, hè, jij weet het misschien beter, het verhaal afgelopen zomer bij Ajax met Dolberg. Hoe serieus het is geweest. Hè? 50 miljoen op een gegeven moment. Monaco, als de verhalen mogen geloven. Mm-hmm. Ja, je mag wel blij zijn als je de helft nu ooit nog voor Dolberg krijgt, toch? Ja, nou goed, ik snap wel dat Feyenoord het pokerspel tot het gaatje speelt. Dat is logisch. Ja. Leif Bronkers liet wel na afloop vandaag ook wel doorschemeren dat als het aan Jurgensen zelf ligt, dan gaat die deal er komen. Ja, nou dan weet je wel hoe laat het is, toch? Ja, maar heel goed dat Feyenoord zijn huid duur verkoopt. Want heel simpel, je ziet wat voor bedragen er tegenwoordig in de Premier League omgaan. Als je dan als Nederlandse kampioen en ze komen voor je spits, ja, dan moet je ook niet onder de 20 miljoen gaan zitten, zou je haast zeggen. Overigens. En dat is wel weer heel goed gedaan van diezelfde leiding. 3,5 miljoen volgens mij voor betaald. Hè? Ja, de chat heeft nog een toevoeging op jouw verhaal. Sissoko. Nee. Oh. Nederlander. Vertel. Wijnaldum. Wijnaldum, ja zeker. Met alle respect, ja. Heeft dus, heel goed gedaan, joh. Ja, als je nou kijkt naar Feyenoord, en dan je hebt toch Van Bronckhorst, en ze moet je dat dan bij een trainer neerleggen. Ik denk, ze hebben nog materiaal. En als je nu ziet, ze doen het in de beker ook weer goed. Voor hetzelfde geld winnen ze van PSV. En dan winnen ze misschien de beker. Je weet het niet. En dan praat je in de afloop weer van weer een geweldig seizoen. Dus zo dicht ligt het altijd bij elkaar. Ik vind het altijd heel makkelijk om te zeggen van, ja, een trainer of wel. Dat vind ik altijd, geef die mensen gewoon de tijd, laat ze gewoon lekker werken. En natuurlijk bij een topclub zit er meer druk op. Maar ik vind het allemaal wel. We zijn heel snel van het zagen. Hè? Wat moet. Jurkers gaat weg. Feyenoord nog iets halen. De laatste. Wat is het? 72 uur. Dank je wel, Zakaria Labiat. Nou ja, zeker in die dying seconds van de transfermarkt. Want ze hebben nu als alternatief hebben ze Dylan Vente. En Van Persie. Robin van Persie. Maar ja, die schijnt ook nog niet helemaal fit te zijn. Die heeft de laatste. Hè, echte wedstrijd van Fenerbahçe was 24 augustus. Is nu 2 keer ingevallen. Ja. Ja, kan je daar opbouwen de komende periode? Ja, je kunt de markt wel opgaan, maar dat gaat echt geen speler opleveren. Zo laat in die transferwindow die je echt meteen daar in die spits kan gaan zetten. Dat lijkt me echt heel sterk. Dus dan, of je kunt nog denken aan wat AZ deed vandaag. Dat je een soort alternatief spits hebt tot die tijd dat Van Persie echt hele wedstrijden aan kan. Wie zou dat moeten zijn? Want ze hebben natuurlijk dit seizoen geprobeerd met, voor mij, Boetius in de spits. Mm-hmm. Ja. Met een bewegelijke spits. Ja, je kan dan iemand misschien hangend in de spits zetten. Ja. Dat zou Larsson volgens mij ook nog wel kunnen. Maar dat is allemaal niet ideaal. Zeker niet bij een topclub. Het seizoen kan in die zin ook gewoon. Dat is natuurlijk het lastige bij Feyenoord. Het kan na woensdag gewoon klaar zijn. In die zin. Hè, je speelt dan nog wel play-offs en dat soort dingen. Maar je hebt geen uitzicht meer op de titel. Ja. Je ligt dan uit de beker. Hè, stel dat ze verliezen van PSV. Ja, ik denk dat ze volledig op de beker richten. Ja, natuurlijk. Ja, ik heb ook een eentje ingevuld in jullie toto bij Feyenoord PSV. Daar hangt zoveel van af. En zo'n bekeravond in de Kuip, door de weekse avondje. Als ze er dan niet op klappen, dan gebeurt het allemaal niet meer. Nee. Misschien wel het leukste wedstrijd, want je zei terecht, hè, vandaag was het eigenlijk verschrikkelijk om de Eredivisie te kijken. Het deed pijn aan je ogen. Ja. Ik heb gisteravond toch een wedstrijd gezien. Groningen-Heracles. Ik zeg ook niet dat het goed was, absoluut niet. Maar wat daar allemaal gebeurde, toch? Ja, ik heb het niet in zijn geheel gezien, maar die samenvatting was om je vingers bij af te likken. Ja. Doelpunt van het jaar, hè, denk ik. Toch? Ja, Robin Prupper. Ja. En ik denk dat hij hem nooit meer zo maakt, aangezien het ook niet de bedoeling was. Ja, die bal stuitte erop. Het mooie vond ik dat je hem ook echt overduidelijk naar die spits zag kijken, van daar moet hij komen. Ja. En hij maakte die beweging met zijn hoofd inderdaad vlak daarvoor. Ja. Ja, en het mooie was dat Pat, ik weet niet of je die reactie ziet. Pat ziet die bal en eigenlijk op het moment dat die bal binnenvalt, vraagt hij zich nog steeds af, wat heb ik nou eigenlijk gezien? Ja. Ongelooflijk. En hij valt ook precies goed op de binnenkant paal. Ja. Maar de mooiste goal was volgens mij van Linssen, toch? Linssen, zo. Mijn hemel, wat een bal aan de arm. Maar daar gaan we het zo even over hebben. Even over FC Groningen. Dat is deze week natuurlijk. Ik vind het best opmerkelijk nieuws. Faber die zegt, toedeloe, hè, ik verleng mijn contract niet. En hij heeft eigenlijk ook nog wel een sneer naar de directie van FC Groningen. De topsportmentaliteit mist hij bij die club. Grote vraag, wie gaat er nu instappen daar? Bij Groningen? Ja. Hiballa? Oh nee, die was nog niet gekend, dat, hè? Ja. Nee, die staat bij Willem II op de tribune trouwens vandaag. Dus okay. Waar Van der Looij weggaat. Dus misschien Danny Buijs. Dat is de vraag natuurlijk. Want daar dat wordt wel geopperd, maar... Geen ervaring. Hij doet het wel goed, hè? Bij Kozakkenboys,
Nou ja, ze willen in ieder geval een trainer die wat aanvallender wil gaan voetballen. Ik denk echt dat een club als PEC vele clubs tot voorbeeld strekt nu. Dat wil iedereen wel natuurlijk. Ja. En het publiek is daar ontevreden. Nou, dat is een van de stadions waar de gaten of waar de lege plekken heel erg opvallen. Dus ze willen weer wat meer gaan bieden. En ja, je kunt veel voor Faber zeggen, maar niet dat hij voor spektakel zorgt. Nee, maar dat is behalve dan gisteravond. Ja, maar toen zei hij ook, ja, dit was spektakel, maar het verkeerde soort spektakel. Maar volgens mij is hij ook nooit echt de trainer geweest die daar bekend om stond, toch? Nee, nee. In ieder geval als we hem kennen uit zijn tijd bij NEC, waar hij bekend om stond. Zijn organisatie stond goed achterin, hè, en vanuit daaruit probeerde hij te voetballen. Ja. Maar het is niet een trainer die ervoor kiest om volle bak aan te vallen en dan maar te zien wat er van overblijft. Nee, ondertussen klopt. Wordt er geroepen, hè? Erwin Koeman ook nog een optie voor FC Groningen. Zie je dat gebeuren? Zou wel met zijn broer meegaan, toch? Dat lijkt me logisch. Die heeft het gezegd dat hij het niet gaat doen. Okay. Hij gaat niet assistent worden. Okay. Hij wil weer eigenlijk op eigen benen staan. Dan is het een hele reële optie, want het is toch ook een beetje de club van zijn hart. En ja, gezien de laatste trainersavonturen van hem op eigen benen, gaan grotere clubs dan Groningen op dit moment ook niet, denk ik, voor hem aankloppen. Dus ja, zou ik een hele mooie move vinden. Ook indachtig de Koeman-traditie bij Groningen natuurlijk. En Ibala, je zegt dat zou wel bij het publiek denk ik aanslaan, zo'n trainer. Ja, ik denk bij Groningen, bij het publiek, dat is vol passie. Ik denk als zo'n trainer komt, ik denk dat ze het geweldig vinden. Ja. Maar die hebben natuurlijk de laatste jaren ook een beetje dezelfde type trainer gehad, gewoon rustig. En als dan zo'n gast komt, ik denk bij het publiek. Ik zou Ibala echt toejuichen bij FC Groningen. Alleen wat Peter Ibala na het VI-congres zei hij ook. Toen zei ik, waarom heb je nog een club? Hij zei, ik denk dat clubs heel bang voor mij zijn. Ja. Die zijn echt bang. Je haalt Peter Ibala binnen en alles gaat ook veranderen en alles. Ja, dat komt natuurlijk. Ja, maar door als je bang bent voor innovatie, wat heb je dan nog te zoeken eigenlijk in het betaald voetbal? Dat is juist waar heel veel clubs behoefte aan hebben, volgens mij. Mensen die de boel eens opschudden. En, maar waarom zal Danny Buijs geen kans kunnen krijgen? Het is wel een Groningen jongen. En je hebt, ja, ik ben het helemaal met je eens, doet. Als je die wedstrijden ziet, nou jongen, knap hoor. Maar daarnaast, wat ik ook heel knap van Danny, kijk, je kan het een jaar laten zien, maar hij laat het nu al een paar jaar goed zien. En goed voetbal. En als je het over passie hebt, hij staat nog steeds vooraan in de opstootjes. Dus, ja, dat is waar. Echt, hè? Ja, dat is wel heel veel apart. Zakkenboys, het voetbal, jongen. Dat is echt, en dat wil je zeggen, een hele tijd, hè? Ja, ja, maar het is in Nederland, we hebben het in Duitsland gebeurt dat vaker. Voor mij, Tedesco is een goed voetbal bij Schalke. Die haalden ze uit de tweede of derde Bundesliga? Die was jeugdcoach bij Stuttgart, ja. Ja, en toen bij Oosterburger Au. Ja. Ja, goed. Maar ik denk wat je steeds vaker ook gaat zien, dat spelers uit die divisie gewoon de overstap gaan maken. Heracles heeft het nu ook al gehad, dat spelers zo naar de Eredivisie gaan, dat ze gewoon de Jupiler League overslaan. Ik denk echt dat het meer gaat gebeuren. Ja. Er loopt echt talent. Ja, loopt zeker talent. En ik denk dat zo'n Ibala, kijk, heel veel zaken vorig jaar bij NEC waar hij natuurlijk ook geen invloed op had. Dat het hele stadion in een soort lockdown was. Omdat, en toen moest hij daar op een kist gaan staan om al die mensen weer weg te sturen. Een mooie tv. Daar kan hij natuurlijk niet zoveel doen. Maar dat straalt toch ook af op je. Van ja, daar staat hij dan eenzaam schreeuwen. Dat is wel een beetje zoals Bas zegt, hè, hoe wij hier in Nederland kijken naar dat soort mensen. Ja. Over talent gesproken. We hebben het nu de hele tijd over de Eredivisie gehad en zo. We hebben een nieuw programma wat aankomt. FC 1x2. En daar gaan Justin Kevenaar en Hein van den Boogaard elke week langs bij een andere amateurploeg. En ja, als die amateurploeg wint, de thuisploeg, dan promoveren zij. Een kleine vooruitblik. Je bent het langste lid. Ja, ik ben het langste lid, ja. En wat voor club is WSJ? Nou, WSJ is een clubje, dat is eigenlijk een volksclubje. Ja? Gewoon, ja, voor leuke jongens en voor leuke voetballen. Ook best voor jullie een extraatje, iets extra's gaan brengen dat jullie gaan promoveren vandaag. Ik heb er vertrouwen in. Ja, ik weet. Nou, gaan we dit ook integraal uitzenden? Nou, we hadden deze wedstrijd bijna helemaal integraal uitzenden. Was dit in scène gezet? Nee, dit is niet in scène gezet. Dit is in de vijfde klasse. Bij een standaard elftal, de twee eerste elftal, was bij WSJ in Tilburg. En komende woensdag
kan je de hele uitzending zien. En dan is de grote vraag natuurlijk, promoveert FC Afkikken naar de vierde klasse? Want dan moet WSC winnen. Maar goed, als we dit zien, we zagen de tweelingbroer van Sam Larsson. Ja. We zagen discussies met scheidsrechters. Hey, ik heb meer gezien dan Buiten Ajax vanmiddag. Dus, en een beter veld ook trouwens. Ja, te keurig bij. Ja. Als we het over een ploeg hebben in de Eredivisie dat enorm voetbalt naar de mogelijkheden, dan hebben we het over... Ik neem aan dat je AZ gaat zeggen. Ja, nou ja, er zijn meerdere antwoorden mogelijk en die kant gaan we op. Oh ja, AZ... ik vind AZ, pek. Die twee, ja, die hebben we net al genoemd. Ja. Ja, ik wilde, nou, dat is heel mooi. Dan gaan we het eerst over AZ hebben. En dan over PEC en daarna over VVV. Ah, wat je bedoelde VVV? Ja, ik bedoelde VVV, maar laten we het eerst over AZ hebben. Want Verbeek gaf het gisteren eigenlijk aan. Hè, als je wil kijken naar de vermakelijkheid van een ploeg. Hij zei AZ en Ajax. Nou, dat denk ik eigenlijk alleen in Nederland. AZ met PEC als een goede tweede. AZ had het wel het vaakst zien, ja. Ja, bij Ajax leek het aan het eind van de eerste seizoen zelfs of het daar begon te komen. Maar ja, dat... daar hebben we daarna nog niet zo heel veel van teruggezien. En, nee. Bij AZ is het inderdaad de beweging in die ploeg. En de dynamiek, de technische vermogen wat daarin zit. die aanvallende backs die wat kunnen. Het is overdreven, want ze laten het niet wekelijks zien, helaas. Maar als het eenmaal loopt, is het wel machine. Het is zo op elkaar ingespeeld. Ja, de enige raadsel is nog eigenlijk... ze hebben relatief weinig goals voor een ploeg die zo aanvallend voetbalt als zij. Het rendement is... Dat moet echt omhoog en dat weten ze zelf ook. Maar dat zag je vandaag ook weer. Ja. Jan Baks, die had volgens mij al op 30 assists kunnen staan... als die afronding beter zou zijn. Want je gaf het net al aan, Weghorst geschorst. Dan kiezen ze dus voor om niet een andere spits neer te zetten... maar een zwervende spits, Mats Zeuntjes. Nou, daar komt ook die 1-0 vandaan. Een fantastische bal van Jan Baks. Ja. Ja, die speelt zich eerst heel goed vrij. Negeert eigenlijk, volgens mij was dat oude Jan die links van hem om de bal vroeg. Maar hij zag hem denken, ik weet een veel betere oplossing. En hij steekt hem zo vrij voor de keeper. Ja. En die tweede was misschien eigenlijk nog wel mooier. Snel genomen vrije trap. El Idrissi voor mij. Ja. Die Jan Bars 1-1 opzet met de gelijk vooruitdenken. Ja. Nou, dat scheelt ook wel met die Idrissi. Dat was nog een beetje wisselvallig. Hij wisselde goede acties af met vastlopertjes. Maar je ziet wel, dat hebben ze nog wel gemist. Echt die diepte op links. Hè. Dat was natuurlijk zoeken een tijdje. Het was natuurlijk de bedoeling dat Jan Bars het seizoen op links zou beginnen. Ja, klopt, en Stenks op rechts. Nou goed, die moest meteen terug vanwege die blessure van Stenks. En op links had je of Van Overheem of Zeuntjes ook wel eens. En ja, dan krijg je zo'n linksbuiten die een beetje tussen de linies gaat hangen en naar binnen komt. En met die Idrissi, ze kunnen nog meer druk naar voren geven nu. Dan moet je Van de Brom toch wat de credits geven. Want als je ziet, hij past dingen heel makkelijk aan. Ja. We zeggen in een niet heel de brede selectie, maar hij laat toch andere speelstijl, hij pakt ze op een andere plek. En het pakt allemaal goed uit. En je ziet ook nog leuk voetbal ook nog. Dus dat is ook wel wat een trainer. Ik denk de credits ook van de Brom, maar zeker Arne Slot. Ja, het is als je ook die spelers hoort daar, hoe hij bezig is met die ploeg en zo. Ja. En er zit echt een idee achter. Ja, en Echtold hebben ze dan ook nog lopen. Ja. En Van der Brom is wel zo'n trainer die niet op zijn strepen staat en zegt... ik ben hier de baas, die laat die gasten echt voor een assistent... is het onder Van der Brom volgens mij lekker werken. Want die kunnen hele trainingen leiden als ze dat willen. Ja. En natuurlijk een duimpje voor de jeugdopleiding daar. Ja. AZ heeft zich natuurlijk na het hele DSB-verhaal... moesten ze er ook eigenlijk even een stapje terug doen... Ja. Maar als je ziet hoeveel talenten daar jaarlijks eigenlijk doorkomen... En er schijnen er nu nog meer daaronder klaar te staan. Ja, ik ben heel benieuwd wat dat komt. Ja, ze hebben naar de jeugdploeg. En dat zegt Guus Til laatst ook in VI. Dat die spelen eigenlijk al jaren gewoon om de landstitels op hun niveau. Dus waarom zou dat in het eerste niet kunnen? Dat is echt wel wat ze daar in hun hoofd hebben zitten. En dat zijn op zich ook karakterologisch wel... zitten er veel gasten tussen die niet zo snel in de war raken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. En de man eigenlijk die dat allemaal opgetuigd heeft, die Alois Wijnker, die is niet voor niks in beeld nu bij de KNVB om daar als hoofd jeugdopleiding aan de slag te gaan. Dat is de man die dat allemaal heeft. Maar die zit nu in Amerika, toch? Ja, bij de Amerikaanse bond. Ja, ja. En dan heeft hij ook nog die Marijn Beuker voor mij. Dat was zijn rechterhand. Ja. Die willen ze ook nog bij. Die Van Gaal erop zijn naam laat zien. Ja, dat komt uiteindelijk volgens mij uit die gesprekken met Van Gaal. Tussen Gudde en Van Gaal vandaan. Ja, mooi hoe dat gaat. Dan gaan we naar jou. Welke ploeg haalt hem het meeste uit de mogelijkheden? Ah, PEC Zwolle. Ik vind PEC Zwolle ook. Ze spelen ook hetzelfde. Ze spelen gewoon aanvallend voetbal. Gewoon leuk voetbal. Maar ook uitgebalanceerd elftal. Ook met je ervaring. Van Boer, van Polen tot... Ja, ik vind het echt... Dat zie je toch dat een team het nodig heeft. En je ziet heel veel teams in de Nederlandse Eredivisie... die net die ervaren Nederlandse jongens daarin missen. Kijk, Utrecht heeft met Jansen natuurlijk ook zo'n gast in het team. Maar dat het steeds belangrijker wordt. En ik denk dat we... Ja, dat steeds meer komt, denk ik. Ja. Je kunt heel veel buitenlandse jongens halen... maar je moet toch een paar...
Ja, want dat is wel grappig. Want gisteren, als je in Zwolle was, dan zag je alleen maar prachtige goals. Als die natuurlijk die van Namli misschien ook wel een beetje... Als Vim moet hem gewoon hebben. Ja, die moet hem ook wel hebben. Ja, maar die goals van Vitesse, Linssen en Mount, dat waren echt wonderbaarlijke goals. Ja, doelpunten. Ja, nou, bij Mount ook omdat het daar wel de bedoeling was. Dat was die zag je ook kijken namelijk waar die bal heen wilde sturen. Ja. Maar het mooie is wat jij zegt, hè, we moeten meer toe naar Nederlandse spelers. Voor mij kunnen we nu laten zien de huurlingen van Chelsea. Weer. Ja, want als die nu kijken... Jij zit er lekker in, Bas. Hou niet vast. Ja, maar dit zijn natuurlijk niet alle huurlingen, maar wel de meest succesvolle van de laatste jaren. Ja, er zitten natuurlijk wel een paar echte versterkingen bij, ook voor de Eredivisie. Nou, je zou haast kunnen zeggen dat ze er elk jaar eentje hebben. Ja. Vorig jaar was dat denk ik Lewis Baker. Heb je Beker. Enorm van genoten. Ja, nu is dat weer Mason Mount. Zo hebben ze wel die Solanke vond ik ook heel goed. Ze zijn nou bij Liverpool, hè? Ja, voor heel veel geld overgenomen, toch? Traoré-verhaal is bekend. Ja. Nou, Thomas Kalas, dat is een bijzonder verhaal. Die is geloof ik al 11 keer verhuurd door Chelsea en die zit er nog steeds. Ja, serieus? Ja. Rijkovic had ik ook eigenlijk wel meer verwacht, hè? Die ging toen naar HSV uiteindelijk. Ja. Waar zit hij nu? Ook geen goede move geweest, weet ik niet. Maar HSV... Jij dat nou niet weet? HSV is het Newcastle van Duitsland, hè? Ja. Dat is ook nooit... We deden net al die spelerspaspoortjes. Ja, nu is de drukte hoog, Niel. Dat weet je toch? Maar je kan en daarom zou ik geen goede scheidsrechter worden. Daarom zou ik geen goede scheidsrechter. Ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. Jij krijgt een kutavond. Ja. Maar je kan een langere lijst maken van huurlingen bij wie dat minder goed is uitgepakt. Bij NAC alleen al kan je een aardig lijstje maken, denk ik. Dus ik vind het wel goed dat Nederlandse clubs daar goed over nadenken. Of ze daar überhaupt mee door willen gaan met dat. Wij hebben het er natuurlijk laatst over gehad. Dat het wordt steeds jonger in de Eredivisie. Dat is wel zo. En of dat nou een goed teken is, ik denk van niet. Zeker niet als je wat ervaren jongens ertussen hebt lopen, die de jongens bij de hand nemen. Maar clubs schijnen steeds meer naar een jonge, goedkope opties te kiezen. Ja, maar goed, het hoeft ook niet meteen iemand van 30 te zijn. Of nog ouder. Kijk, zo'n Mitchell, zijn we weer bij AZ. Maar die is 3,24. Maar die had wel geloof ik 130 wedstrijden al in zijn tas met Rosenborg en Europees voetbal. En ook een volwassen gozer in zijn kop. En dat zie je gewoon aan hoe die speelt. En daar, die voegt dan echt iets toe, zonder dat hij nou heel erg oud is. Ja. Maar die voegt dan wat toe aan die jonge ploeg. Die geeft echt sturing daar. Ja. Dus dan zie je ook bij Utrecht. Willem Jansen, na de wedstrijd tegen Feyenoord. Hoe hij daar voor de camera staat als ze hem vragen hoe hij het vindt van Persie er is. Dat hij zegt van dat was ook mijn... Dat is toch gaaf dat dat soort spelers er zijn. Ja, ik vind dat ook mooi. Want vind ik mooi aan het voetbal. Weet je wat ik er heel mooi aan vind? Is dat het niks weghaalt van zijn prestatie in het veld. Nee. Je kan heel veel respect hebben voor iemand waar je... En wat zeggen mensen dan? Hoor je niet te zeggen, het is je tegenstander. Nee, dat is toch geweldig? Je moet het in de wedstrijd nooit aan hem laten nemen. Dat bedoel ik, toch? Maar buiten het veld mag je best een beetje respect hebben. Maar dan kun je van die jonge jongens ook niet verwachten. Hè? We hebben heel veel jonge jongens. En die zijn nog niet zo met de camera, dan moeten ze leren. Dus dat kun je niet van ze verwachten. Dus daarom is het alleen maar mooi dat die... Maar we hebben ook steeds jongere aanvoerders natuurlijk. Die allemaal met dat soort verantwoordelijkheden worden opgezadeld. Klopt. Terwijl 10, 20 jaar geleden konden ze rustig in de schaduw van de grote jongens. Ja. Dat een beetje bijna stiekem konden ze zich ontwikkelen. Ja, nu moet je er maar staan op je 20ste, 21ste. Ja. VVV, toch nog even over hebben. Die flikken toch wel weer. Eigenlijk een typische VVV-goal. Lange bal naar voren. Ralf Seuntjes legt hem neer. En dan wordt zo binnengepoeierd door T. Ja, misschien vond ik het leuk dat er wel Maurice Stijn naar afloopt. Die zelf ook met zo'n gezicht in die camera te kijken. Ja. Ik weet ook niet wat hier allemaal gebeurt, maar het is wel prettig. Ja, maar het ziet er soms niet uit bij de ploeg. Maar het is zo verdomd moeilijk om tegen te spelen. Ja. Als ze tegen de topploegen spelen, dan houden ze het meestal 60, 70 minuten vol. En dan staat het goed. En uiteindelijk, qua kwaliteit en conditie, dan delven ze het onderspits. Maar tegen de rest? Ja, en vooral buitenshuis. Ja, nou maar... Pakken overal punten. Ja, nee, absoluut. Ja. Maar wat ik opmerkelijk vond, van Utrecht. Utrecht bekend, eerder in het seizoen natuurlijk als een beetje een fighter, bekerfighter. Ja, die werden gewoon kansloos, werden die weggespeeld toen in de koel. Ja, gewoon echt in die wedstrijd overklast, ja. Dus stond na een kwartier 2-0, had nog veel verder uitgebouwd kunnen worden. Ja, nee, toen heb ik me ook best wel een beetje verbaasd over heel veel van die jongens. Die ken je dan niet zo goed en dan ga je er een keer kijken. En dan kom je best wat leuke namen tegen, wat leuke spelers. Die Opoku vind ik leuk. Ja, heel leuk. En Torino Hunte, ik had voor dit seizoen ook nog nooit van hem gehoord. Maar dat zijn het toch, jong. En dan zo'n jongen die ze huren van Werder Bremen, geloof ik. Hè? Die Lennart T. Ja. Iedereen met enige regelmaat in inschiet. Ja, je moet ook wel zien, aan de andere kant, ze staan nu op een plek. Waarin die jongens ook kunnen voetballen nu, meer. Met zelfvertrouwen kunnen spelen. Staan ze op de ene laatste plaats. Gecreëerd, dat is waar, ben ik niet eens. Maar sta je op de ene laatste plaats, dan wordt het weer een ander verhaal. Nou, wat ik in hun geval zo waanzinnig vind, is... Want daardoor gaf ik ze eigenlijk voor de competitie geen kans. Omdat ze gewoon echt eredivisie ervaring, dat ontbrak gewoon. Dus ik dacht van,
Ja, die gaan echt wel tegen een paar klappen oplopen, maar dat valt me eigenlijk reuze mee. Heb je het trouwens gisteren gezien met Manschot? Nog een scheidsrechtelijk moment? Ja, met afluiten, hè? Ja. Maar wat is dan de regel? Heb je het gezien wat er gebeurde? Nee. Het was eind eerste helft, vrije trap voor VVV, muurtje wordt klaargezet, zet iedereen op afstand. Lala. Die bal wordt breed gespeeld, fluit af. Ja, en Van Brugge, voor mij was het, toch? Die wilde schieten. Ja. En die wilde nog gaan schieten. Ja. Ja, bij ons, de regel is eigenlijk, het is zo gesteld, het is 4 minuten extra tijd. En dit is die vrije trap, valt net daarin. Ja. Dat is echt tijdens tijd afgelopen. Hè? Dan kun je mee fluiten. Maar laat je de vrije trap toch nemen. Dat is eigenlijk zo, normaal doen we zo dat hij bijvoorbeeld in de 16 komt. Dan heeft hij uitwerking gehad als hij uit de 16 wordt gerost. Maar ja, misschien dacht Jeroen van dat hij die bal achter zich weg ziet draaien. Die denkt van, oh, die bal wordt naar achteren gespeeld. Wel. Die denkt van, oh, laat nou, maar zitten. We fluiten af, klaar. Maar ja, dan word je verrast dat in één keer schort komt. En ik denk, Jeroen er terug ziet, denkt hij ook van, niet echt handig om dit zo te doen. Maar ja, dat zal denk ik de enige reden zijn waarom ik zou denken van, dat hij afsluit. Maar normaal gesproken is het gewoon uit de 16 en klaar. Maar als je dat even laat lopen, hè, we hadden het voor de uitzending eventjes over een corner wel of niet laten nemen. Ja. Terwijl de tijd al verstreken is. En jij bent volgens mij meer de type dat dan toch... De corner wel alleen. Ja. Ja, maar word je daar dan achteraf op aangesproken? Want je hebt je niet aan de regeltjes gehouden. Nee, want de minimale speeltijd bedraagt 3 minuten ja. Bijvoorbeeld. Minimaal. Kijk, als ik zeg ik wil naar 3,5, ja, dan is het zo. Maar ja. Het is minimaal. Maar dan moet je wel kunnen verdedigen, toch? Ja, dan moet je wel kunnen verdedigen. En kijk, nu is het met een hoekschop. Ja, als je afluit bij een hoekschop, dan krijg je altijd gezeik. Dat zag je weer. Ja. Ja. Ja, of dan moet je hem laten nemen. Maar dat kan soms ook heel lang duren, hè? Ja, of je moet dan gewoon van een duwtje fluiten de andere kant op. Er kan een scrimmage ontstaan en dan wil je ook niet affluiten. Dan moet je heel scherp zijn, nee, alles zien. Ja. Nee, er waren twee momenten. Ja, dat vond ik heel raar bij Roda Excelsior was dat, hè, vandaag. Ja. Het momentje dat je dan nog niet die corner, dat is voor mij 93 en 3 seconden voor mij en toen floot hij af. Ja. En opvallend momentje gisteren, Breukers van Heracles. Ja. Ja. Ja, bal ging het veld in, komt weer het veld in en Groningen wil de bal nemen. En hij gooit schiet die bal van mij die bal tegen die andere bal aan. En krijgt daar van geel. Ja, wat geval is, zeg maar, in het spel, stel je bent in de aanval normaal in het spel, je houdt de bal binnen. En dan komt daarna een tweede bal in het veld en die is toevallig bij die Breukers. En die Breukers zeggen van, hey, ik zie hem tegen die andere bal aan. Dat is spelbederf, dat is dus een gele kaart, klopt. In dit geval wordt er een inworp genomen, terwijl het tweede bal in het spel is. En dan moet je afvragen, kijk, is die bal helemaal aan de andere kant van het veld? Dan kun je zeggen, hij is geïnvloed, maar hij lag nu wel heel, heel dichtbij. Ja. Dus het meest gunstige zou zijn van, weet je, wacht even met de bal nemen en dan dat die bal weg is. Maar goed, dat is nu niet gebeurd. Daar blijft wel bij. Oké, die bal wordt genomen. Breukers heeft die bal. Kijk, Breukers kan die bal gewoon over de zijlijn rossen. Maar wat doet hij? Nee, ik denk, hallo, ik schiet hem even naar die andere. Dus dan kom je wel weer op dat spelbederf. En is een gele kaart terecht. Alleen, maar is dit lesstof, zeg maar, hoe je met dit soort situaties ook om kan gaan in plaats van gelijk geel te geven? Deze beelden behandelen wij wel. En dan gaan we zeggen van jongens... Is dat elke maandag of niet? Nee, om de week is dat. Okay. Nee, we hoeven niet elke maandag op pil. En dan, en dan kijken we gewoon van god, hadden we niet beter even kunnen wachten met de inworp? Maar aan de andere kant, als je volgens de regels... Hij gaat gewoon door en die Breukers schiet bijvoorbeeld die bal. Dan blijft het spelbedrijf, dus blijft de gele kaart. Jij had ook geel gegeven. Nou, dat is volgens de regels, is dat geel. Nee, jij had ook geel gegeven. Nee. Wat? Nee, ik moet gewoon volgens de regels geel geven. Ja. Ja. Maar wie geeft dan les op die maandag? Nee, we zitten gewoon bij elkaar. Maar wie staat er voor de groep? Nee, maandag niet. Maandag is een heel slechte dag van. We komen altijd woensdag. Woensdag. Maar wie staat er dan voor de groep? Nee, daar gaat gewoon onze Dick van Egmond of Mike. Die gaan de beelden behandelen. En dan gaan we gewoon kijken van de laatste weken wat we hebben gedaan. En discussiëren met elkaar over. En dan hebben we best beelden dat zeggen van dat het misschien wel 50% zijn geel of 50% zijn rood. En dan moeten we wel proberen bij elkaar te komen. Dat het zo ver uit elkaar is. Wie is nou het beste waarvan je denkt van al die scheidsrechters van al je collega's dat je denkt. Ik weet niet hoe die het flikt, maar elke keer als hij zijn mond opentrekt. Die kan zo goed betoog houden. Die moet eigenlijk politiek in. Kan zo goed ouwehoeren. Ouwehoeren? Ja. Ja, ouwehoeren. Bas Nijhuis, maar daarnaast. Nee, maar ik vind wel mooi. Je hebt heel veel jongens die echt... Als ik bijvoorbeeld Ed Jansen, die nu stopt over een half jaar. Hè, die is zoveel passie. Die weet alles ook van spelers. Die noemt dan namen op. Hier zie je, hij speelt die bal in. Terwijl ik soms nog denk van, ja, rug nummer 9. Dat hebben wij soms. Dat je soms denkt, wie is dat ook alweer? Die zijn zoveel passie. Die zien het allemaal. En daar heb ik dan wel eens respect voor dat zij dat allemaal weten. Maar voor de rest, ik denk, ja, het is gewoon 90 minuten een theater. En dan, jongens, kom. Maak er niet zo'n... Maar je moet er wel van lering uit. Ja, dit moet je er wel voorbij zeggen. Anders zit Dick van Egmond. Goedenavond. Nee, zo zit hij niet. Hoor. Zo zit hij niet. Maar heb jij zicht op de nieuwe aanwas, Bas? Komen de talenten aan? Ja, nou, je zag vandaag aan Martin Perez die een eredivisiewedstrijd krijgt. Je ziet jongens als Baks. Kijk, en je ziet de laatste jaren zijn al Simon Mulder, ja. Lindhout. Ja, word jij daarin gewoon geraadpleegd om hem onder de... Nee. Mee te nemen? Nee, dat gaat allemaal buiten ons om. Het is wel zo dat... Is dat niet raar?
Ja, weet ik niet. Nee, vind je dat niet raar? Ja, nou, ik ben heel erg voor het juist praktijkmensen inschakelen op vele vlakken. En ook op dit gebied, ja. Het is wel zo dat wij natuurlijk wel... Bij ons heb je ook een aantal jongens die al coachen. Hè? Bijvoorbeeld kan zijn, of nou Ed Jans is of weet ik wie. Die zijn dan coach en die pakken dan een jonge jongen en dan gaan ze niet meer werken. Voor mij was Ed Jans bijvoorbeeld de coach weer van Baks. Dat komt. Maar dat, ik ben geen coach of zo, nee. Dat heb ik niet. Zou je coach willen zijn? Of ben je daar te koppig? Of, Nee, koppig weet ik niet. Ja, dan moet je ook liggen, hè. Omdat zoiets... Om hem, ja. Een goed paard is nog geen goede ruiter, Niel. Maar als ik... Als ik dan in je pupil zou moeten coachen en heel graag zou willen coachen, ja, dan zou ik toch... Zou ik jou proberen... Dit gaat je achtervolgen, Bas. Het eerste item waar je een keer heen moet, Jean-Paul. Ja. Het overleg. We gaan... Kunnen we daar een keer bij, denk je? Tuurlijk. Ze zijn best, gaan we regelen. We gaan regelen dat je een keer wil. Kijk en blij zijn. Ja, gooi. Moet even kijken. Een broekje M, shirtje M. Nou, doe maar XS hoor, voor mij, XS? Toch? Ja. Wat zit jij nou weer leuk te doen in je joggingbroek, fijne vriend? Het is helemaal geen joggingbroek. Ik heb deze week speciaal gewoon een broek aan, in geval. Goed, laten we even kijken naar het tattoo-kaartje. Goed. Zo, leuke foto, Niel. Ja. Zo, Bruce Stol, als je nou denkt, waarom... Jeetje, Simon. Staat er ook lekker op. Ik kijk in de zon, volgens mij. Jij gaat thuis fluiten, je zou zo Simon. Zo'n speler in Penosa kunnen zijn hier, jij. Dead or alive, ja, prima. Ja, toch? Heel goed. Goed, de wedstrijden Marseille-Monaco. Ja, een beetje subtopper in Frankrijk. Jean-Paul, toch? 3-4, 4-5? Mogen we toppen noemen? Ja, dat zit heel dicht bij elkaar. Ja. Bordeaux of Lyon heeft vandaag verloren. Ja. En Marseille, ja, die hebben al weken de wind in de zeilen. Ja. En Monaco is gewoon niet zo heel goed meer vergeleken bij vorig jaar. Ja, ze trappen over 30 seconden af. Ja. Nee, Marseille, makkelijke overwinning? Of wordt het een spektakelstuk? Een overwinning voor Marseille, Niel. dus meer vraag, Toto, toch ook niet? Zo is het. Ik hoef toch niet het wedstrijdbeeld te schetsen? De derby van Eindhoven. Jong PSV tegen FC Eindhoven, daar zijn we snel klaar over. Ja, en dan de kraker komende woensdag in de Kuip. Het seizoen kan gered worden voor Feyenoord. Ja, jullie denken... wie denk je eigenlijk dat uiteindelijk wint? We denken allemaal wat anders. Je kunt niet een kruisje, er moet iemand uitkomen. Ja, dit is ja, na 90 minuten. Dit is na 90 minuten, hebben Toto. Dus hoe gaat het verder? Feyenoord. Jij denkt sowieso na 90 minuten Feyenoord? Ja, gezien het belang van die wedstrijd voor de hele club. En toch ook vandaag even een boost gekregen, denk ik. Een opkikker in ieder geval. Ja wat, het enige wat ik denk... Cocu heeft dat ooit geroepen, hè? Die bekers maar een beetje bijzaak. Voor mij verloren ze toen van Roda. Toen alleen maar richten op het kampioenschap. Dat is het enige, maar mocht hij dat weg hebben gelaten... dan gaat PSV gewoon in de Kuip winnen. Ja, hoeveel doelpunten wordt het een waar spektakelstuk? Nee. Oh. Dus, wat zou jij inzetten? Heeft ook een beetje met de quote te maken, maar ik zou voor die 0 of 1 doelpunt gaan. Dat is wel. Maar dan moet het in jouw geval 0-0 worden. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Spreek mezelf gewoon weer tegen. Speltip 7, spreid je windkans, hè, Niel? Dus. Dit is woensdag. Jij doet voor mij AZ-PEC, toch? AZ-PEC. Ja, ik hoor net dat twee hele goede voetballende teams zijn, dus ik denk... Jij hebt daar helemaal geen verstand van. Jij gaat genieten, joh. Gigantisch mooie wedstrijd wordt. Maar ja, die onderlinge wedstrijd in Zwolle... Was misschien wel de leukste wedstrijd van dit seizoen. Was echt onwijs leuk, ja. Maar goed, morgen natuurlijk FC Buitenland. Zeker. Maar Bas gaat zich natuurlijk voorbereiden op AZ-PEC met Alles Mag op Maandag. Morgen is natuurlijk weer een nieuwe lijst. Maar kijk, daar zit hij hoor, de co-host Tim Reserveur. Altijd een bal in de hand. Hij kan helaas niet terugpraten, maar hij heeft er heel veel zin in morgen. Zich nu onwijs aan het verdiepen in wat hij morgen allemaal gaat doen. Morgen onder andere Lars Veldwijk, Clint Leemans en Kees van Buren te gast. En dan is er eigenlijk nog veel meer deze week. Want eerlijk gezegd FC Buitenland. Maar woensdag ook VV Kicks keer terug. Ja, we kijken allemaal naar het scherm of er een kaartje komt. Daar staat niks. Oh, daar is het kaartje. Ja, VV Kicks natuurlijk. En dinsdag, jawel, Lars van Velsen met het Super League weekoverzicht. Met wederom een gast. En dat is de kenner van Almere City. En als ik dat tegen jou zeg, Jean-Paul? Bilal Soufiani. Oh, dag Kamp Zeedorf misschien. Ja, maar dat werkt toch lastig met een camera, hè? Oh ja, maar die bivakmuts is ook niet zo sympathiek. Hè? Nee. Die blanke Bogarde is de enige in Nederland die met een bivakmuts op mag. En dan komen er vrijdag natuurlijk weer een vrijdagmiddagborrel en zondag weer een nieuwe S-afkicklui. Simon, dank. Graag gedaan. Graag tot een volgende keer. Bas, zo kom je binnen als gast en zo binnen ga je weg als mentor van Jean-Paul Rizon. Ongelooflijk. Zo snel kan dat gaan in een uurtje S-afkikkers. Voor een tandem. Wordt wel echt, hartstikke goed. Jean-Paul, dankjewel. Veel plezier morgen bij FC Buitenland. En Bas, dankjewel. Graag tot snel weer. Jullie natuurlijk bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Ik denk...